Hallo, ik ben Marion Verschuren. Ik ben onderzoeker in het Antonisch Ziekenhuis en aan de Universiteit van Utrecht. Het onderzoek doe ik niet alleen, met heel veel anderen. Ook met de longgeneeskunde uit ons ziekenhuis en de business intelligence afdeling, die eigenlijk over de data gaan. En daarnaast de Universiteit van Utrecht hebben we nodig voor de statistiek en de methodologie, want het is best ingewikkeld. Ja. Dit is eigenlijk onze onderzoeksvraag. En die luidt. Zijn teksten uit het dossier van longkankerpatiënten voorspellend voor ongunstige uitkomsten? En dat klinkt nu een beetje abstract, maar ik ga jullie er allemaal doorheen praten. En dat kunnen we niet doen om eerst te beginnen met, nou ja, wat is longkanker, hoe vaak komt het voor in Nederland? En jaarlijks hebben we nog ongeveer 15.000 diagnoses, waarvan iets meer bij mannen dan bij vrouwen. En longkanker wordt standaard opgedeeld in drie soorten. Hebben we hebben de niet-kleincellige longkanker... De kleincellige longkanker en de overige soorten, waarvan de grootste gedeelte eh, niet kleincellige longkanker is. Dat is voor 86% van alle diagnoses. En longkanker kun je ook nog opdelen in verschillende stadia, waarvan stadia 1 tot en met stadium 4. Waarvan stadium 1 is de tumor bevindt zich eigenlijk in één long en die kan met een chirurgie worden weggehaald. En dan stadium 2 tot 4 wordt het steeds erger. En bij stadium 4 is de tumor ook al in andere organen. En dat noemen we dan uitgezaaide longkanker. En helaas komen de meeste mensen met longkanker pas bij stadium 4 in het ziekenhuis, omdat dan de klachten zijn. En dan worden ze via de huisarts doorgestuurd naar het ziekenhuis. En dus 52 van al die diagnoses bevindt zich gewoon in het uitgezaaide stadium. En de behandelopties zijn daar helaas zeer beperkt. Ik heb even een klein kader erbij gezet voor het Antonius. Jaarlijks zien wij 125 nieuwe diagnoses met uitgezaaide, niet-kleincellige longkanker. De overleving van de patiënten met die uitgezaaide longkanker die is helaas nog ja, zeer beperkt. Stadium 4 heb ik ontcirkeld hieronder. En dan zie je eigenlijk de éénjaars overleving, die is ongeveer 27 procent. En na vijf jaar leeft nog maar 7% procent van de patiënten. En ondanks uh, de nieuwe therapie die op de markt zijn gekomen... ik denk dat jullie allemaal wel de immuuntherapie wel eens een keer van gehoord hebben in het nieuws. Dus sinds 2015 zijn deze therapieën op de markt. En het, eigenlijk dachten ze, dit, misschien kunnen we longkanker een chronische ziekte maken... maar het blijkt dat nog maar een heel klein percentage van de mensen daar echt baat bij heeft... en langdurig uh, hierop goede respons laat zien. Maar hoe gaat dan zo'n diagnosestelling in het ziekenhuis... Nou, de patiënt komt met de klachten, de huisarts wordt doorverwezen naar, naar de specialist. En hier worden er een aantal scans gedaan, dus een aantal radiologische scans. Er wordt een biopt genomen uit de tumor. En dan wordt gekeken of er uh, bepaalde afwijkingen zitten in, de, in het DNA van die tumor. Um, en daarnaast wordt er ook een gesprek gevoerd met de patiënt. Um, wat zijn de klachten, wat zijn de sociale, uh, wat doet de patiënt allemaal nog thuis... En uh, hoe fit is de patiënt? Dit wordt allemaal vastgelegd in het dossier voorafgaand aan de diagnose longkanker. En al bij fitte patiënten uh, kan er een behandeling gestart worden. En dan hebben we vier soorten opties. We hebben bestraling, we hebben chemotherapie, immunotherapie en doelgerichte therapie. Dat zijn alle vier de opties voor de uitgezijde longkanker. En eigenlijk is het doel alleen de levensduur verlengen. De tumor kan niet helemaal verdwijnen. En je hebt ook nog de combinatie van chemotherapie plus immunotherapie. En belangrijk is wat ik net zei, is dat bij fitte patiënten dit gestart wordt. Um, en um, we weten dat bij niet fitte patiënten dat die therapieën gewoon te heftig zijn. En eigenlijk de therapie, dus de chemotherapie, juist ervoor zorgt dat de patiënten eerder komen te overlijden dan dat ze er echt baat bij hebben. Dus het is heel belangrijk dat er een goede afweging wordt gemaakt van hoe fit is deze patiënt en kan die de behandeling aan, ja of nee. Al die afwegingen en overwegingen worden genoteerd in het dossier in de vorm van vrije tekst in het elektronische patiëntendossier wat wij hebben. En er is ook een andere maat voor fitheid die gebruikt wordt en dat heet de ECOG-performance status. Dat is een score van 0 tot 5. 0 betekent geen klachten, 5 betekent overleden. En ertussenin is het eigenlijk een maat die kijkt naar, kan de patiënt nog werken? Um, kan hij nog voor zichzelf zorgen hoeveel tijd van de dag is de patiënt in de stoel of in bed? Uh, en op basis daarvan wordt een afweging gemaakt. En om een klein uitstapje te maken, patiënten die immunotherapie krijgen, die moeten een eco performance status hebben van 1 of lager, dus 0 of 1. Uh, dus als je een ECOG status van 2 hebt, dan kom je al niet meer in aanmerking voor immunotherapie, omdat um, we dan weten dat het gewoon simpelweg minder goed werkt. Nou, eigenlijk zou je dan zeggen, oké, okay, we hebben nu een hele goede score al, is het dan nodig om nog op zoek te gaan naar andere teksten of woorden die gerelateerd zijn aan slechte uitkomsten, want er is immers al een goede score. Maar helaas is deze score vaak een overschatting, omdat er toch, we zien toch vaak dat patiënten vaak behandeld willen worden en dus misschien iets meer uh, optimistisch zijn dan dat ze daadwerkelijk uh, in de thuiszetting zijn... Of dat de longarts of de, um, de, specialist, de verpleegkundig specialist niet in staat is om het goed te rapporteren of net iets te overoptimistisch te zijn. Um, dus ja, in deze grafiek zie je eigenlijk wat ik hier heb uit te leggen. Is dat er een heel groot verschil is tussen hoe de, de dokter het rapporteert en hoe de verpleegkundig specialist het uh, rapporteert. En hieronder staan de ecoscores, dus die maat van ernst van de fitheid van de patiënt. En dan zie je hoe het gecorreleerd is aan slechte uitkomsten. En dan zie je dat de stippellijn zijn de verpleegkundige specialisten. Die lijn is veel steiler, dus daar mag je eigenlijk onthouden, die rapporteren het eigenlijk veel beter dan de dokter. Omdat er zo'n grote variatie is, zijn we eigenlijk op zoek naar zijn die teksten in het dossier dan zeggen die iets voor de, zij die de ongunstige uitkomsten. En er is al een klein studietje gedaan in een andere groep en die heeft gekeken naar de ecostatus, dat is de blauwe balk. En dan hebben ze een maat van hoe, uh, hoe goed het correleert met uitkomsten en de rode balk. En de rode bolletjes zijn de teksten en dossier. En die liggen allemaal boven de blauwe balk. Wat eigenlijk zegt, teksten en woorden voorspellen meer dan de gerapporteerde status. Dus hier waren wij getriggerd van, kunnen wij dan niet iets uit de dossiers halen van de patiënten die meer voorspellend zijn voor onrustige uitkomsten. Dit is dan... Um, hoe een dossier eruit ziet, waar je aan kan denken. Um, woorden zoals sport nog drie keer in de week, um, komt in rolstoel, komt met zuurstoffles, um, fietst regelmatig, heeft veel pijn. Dit zijn allemaal woorden die mogelijk gerelateerd zijn aan een gunstige of een ongunstige uitkomst. En hier gaan wij naar kijken. En hoe gaan we dit doen? We hebben al een, een mooi cohort van 350 patiënten. Die zijn allemaal al langs geweest, uh, waarbij allemaal dossier al is vastgelegd. En die zijn behandeld tussen 2017 en 2023. En we gaan van al deze patiënten alle notities twee maanden voor de diagnosedatum... voor de start van de, um, van de behandeling uit het dossier exporteren. En dan gaan we met hele ingewikkelde technieken... moeten die tekst moeten we immers omzetten naar getallen. Want de computer begrijpt geen tekst, maar begrijpt alleen getallen. Gaan we met allemaal fancy technieken gaan we dit doen... waarbij we bij de universiteit nodig hebben uh, die dat voor ons gaan maken... En dan uiteindelijk gaan we een model maken van die woorden, of zinnen of stukjes van woorden. En dan kijken hoe die gerelateerd zijn aan ongustige uitkomsten. Dus heropname binnen één maand, dus 41 procent van de patiënten. Of overlijden binnen zes maanden. En we gaan vergelijken met de ecog scoren Hoe verhouden deze twee zich tot elkaar? Dit is dan visueel nog even weergegeven hoe dat eigenlijk gaat: um, Onze doelen van het uh, onderzoek is dat we eigenlijk met deze teksten hopen een betere inschatting te maken... op gunstige en ongunstige uitkomsten van longkankerpatiënten. En dus op basis daarvan een betere behandeling en behandelkeuze maken. En misschien een waarschuwingssysteem voor arts en patiënt. dat dus als dit naast alle behandelingen die al lopen, dat, dat blijft gewoon staan... maar dat er dan misschien nog een melding kan komen van... Goh, weet wel dat dit, dit en dit allemaal signalen zijn voor patiënten... die het verleden niet goed hebben gedaan... En um, we gebruiken het heel breed in het ziekenhuis, zodat we de technieken die we hierbij opdoen um, ook ge kunnen gebruiken voor andere uh, ziekten en andere uh, onderzoeken: die text mining en artificial intelligence technieken. Dank jullie wel voor jullie aandacht.